Het probleem is dat er ontzettend veel zwerfkatten in het buitengebied zijn. En die katten die zwerven van boerderij naar boerderij vaak. Hier is dat niet het geval, want dit is gewoon één plek waar ze eten krijgen... waardoor de katten hier blijven uh, zitten. En uh, ja, doordat er te veel katten zijn en er steeds meer jongen geboren worden... Ja, is het op een gegeven moment niet meer haalbaar om, ja, om ze goed te verzorgen... en om uh, go ja, goede adresjes voor ze te krijgen... Waardoor ja, het een probleem wordt. En is het echt iets van de laatste tijd of is het altijd al wel een beetje geweest? Het is uh, altijd wel geweest, maar de laatste tijd is het zo dat er in het buitengebied mensen uit de randstad komen wonen en die mensen hebben een andere manier van omgang met hun dieren dan de mensen die hier op de boerderijen zitten gewend zijn. En wat doen jullie dan? Dan gaan we naar de boeren toe en vragen we of ze. Uh, ja, het mee eens zijn dat we ze gaan vangen en laten steriliseren en castreren. En de kittens een nieuw, nieuw tehuis geven. Ik vind het wel gezellig. Ja, ik hou van katten. Ik ben echt een kattenmoeder, zeggen ze. En hoeveel zijn het er ongeveer? Nou, ik denk wel zo'n 45. 45 katten hebben we hier wel. En die geeft u allemaal eten? Ja hoor, die krijgen elke dag krijgen ze eten. Er zijn er een paar in de stal, die komen dus niet bij huis. Die voer ik ook, maar ze krijgen s'morgens brokjes. En om een uur, de vier, krijgen ze ook brokjes met vis, visvleesjes erdoorheen. Dus. Want hoe kan het eigenlijk dat er zoveel katten zijn? Een kat die jongt twee keer per jaar. Gemiddeld hebben ze vier jongen. Dus dat is acht kittens per jaar. Maal veertig, zoals hier in dit geval. Dan zit je dus aan, ja, tel het even uit: 2000 kittens. Dus ja, dat gaat heel hard. En waarom is dat eigenlijk een probleem dan? Want er is heel veel ruimte hier. Er is heel veel ruimte hier, daar heb je helemaal gelijk in. Alleen als er te veel kittens op elkaar zitten, zoals hier, dan breekt op een gegeven moment de niskiekte uit en dan gaan ze gewoon allemaal aan een verschrikkelijke ziekte dood. En dat is niet de bedoeling.